Ik ben Ilse Raamaker, adviseur klimaatadaptatie en duurzaamheid bij Roelofs. En in deze vlog ga ik jullie iets meer vertellen over participatie in de Omgevingswet. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie. En dat doet zij om meningen, belangen, creativiteit op tafel te kunnen krijgen. Nou, en dat doet zij op twee manieren. Door regels vast te leggen voor overheden. Zij moeten participeren tijdens het traject voor het vastleggen van beleidsdocumenten. Maar ook initiatiefnemers. Die moeten vaststellen hoe ze hebben geparticipeerd tijdens een proces voor de omgevingsvergunning. Nou, en op die manier wordt er dus vastgelegd of er is geparticipeerd en hoe er is geparticipeerd. Overheden zijn dus verplicht om te participeren bij het opstellen van beleidsdocumenten. Ja, hoe pak je dat nou aan? Om een beleidsdocument op te stellen doorloop je vier verschillende fasen. Dat is allereerst beleidsontwikkeling, beleidsdoorontwikkeling, beleidsuitvoering en vervolgens de terugkoppeling. Nou, en in elke fase heb je een eigen doel, een eigen werkvorm en zoek daar ook een juiste participatievorm bij. Door te kijken wie wil je betrekken en op welke manier wil je dat gaan doen. Daarnaast verplicht de Omgevingswet ook initiatiefnemers om tijdens het traject voor de omgevingsvergunning te participeren. Zij krijgen te maken met allerlei verschillende belanghebbenden die voor- en nadelen kunnen ervaren van het plan die zij hebben. Nou, het traject dat daarnaast loopt is het betrekken van de overheid. Dus hoe hebben ze bijvoorbeeld afspraken gemaakt op het gebied van beheer en onderhoud, noem maar op. Nou, het doel van deze participatie is allereerst het in kaart brengen van de normen, de afspraken die gemaakt zijn en de belangen die spelen in de buurt. Roelofs kan zowel overheden als initiatiefnemers helpen bij het kiezen van de juiste participatievorm en het begeleiden van het participatietraject. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.